Om geld bij het publiek los te krijgen, werd de winkel in oktober al geopend als pop-up store met tweedehands boeken. Nu kan de winkel echt van start met nieuwe boeken en activiteiten. Workshops, lezingen, signeersessies, evenementen. Ik sluit overal bij aan. Het wordt een moderne boekhandel met een huiselijke sfeer. En dat betekent dat er een hele grote leestafel komt waar je koffie, thee en water kan drinken. En lekker kan bladeren in boeken. Overal op elke afdeling komen ook zitjes. Het wordt ook een echt Schiedamse winkel met schrijvers uit de stad of titels over de stad. Dat niet alleen. Ik wil ook aanstormend talent gaan aanmoedigen om door te gaan. Dus als er een beginnende schrijver of dichter hier is, dan doen we de presentatie hier in de winkel wat mij betreft. Het klinkt allemaal mooi, maar kan deze winkel de concurrentie met online giganten als bol.com wel aan? Dat is puur marketingverhaal. Bol.com lijkt een grotere service te hebben, maar is alleen maar digitaal te bereiken. En de mooiste combinatie is fysiek en digitaal. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de ene helft van de bevolking alleen nog maar via internet bestelt, maar de andere helft van de bevolking juist heel graag een winkel wil bezoeken. En om die allebei te bedienen, heb je dus allebei die kanalen nodig. Binnen een maand moeten de nieuwe boeken in Schiedam op de plank staan.